Het twirlteam van Flevo Twirling 94 doet mee aan het EK twirlen. Tijdens de laatste training in Emmeloord worden de puntjes nog even op de i gezet. Maar die hebben elkaar heel erg goed geholpen. Na de Nederlandse kampioenschappen zijn er wel wat wijzigingen geweest in het team. Maar dat heeft wel voor gezorgd, zeg maar, dat de oudere meiden de jongeren heel goed hebben opgevangen. En dat het daardoor samen echt een geheel is geworden die elkaar heel goed steunt richting het EK. Het Europees kampioenschap twirlen wordt tussen 5 en 8 oktober gehouden in de topsporthal in Almere. De twirlsters staan te springen. Nou, dat is eigenlijk een droom die uitkomt voor mij. Want vroeger heb ik wel, zelf met mijn solo ben ik naar het NK geweest, maar toen was ik nog niet zo goed. Dus ja, het is wel een droom die uitkomt. Het is een EK, dus de zenuwen die beginnen ook te komen. Je komt gewoon in heel veel landen en je moet ook nu tegen allemaal mensen die ook heel goed zijn en die nu ook erg naar het EK mogen. De ploeg doet mee in de categorie show twirling. Daar letten ze vooral op de marching en op je techniek. En uitstraling en zo. En gewoon je netheid. Of ze Europees kampioen worden, dat weten ze niet. Maar meedoen, dat is al heel wat. Ik hoop gewoon dat ze heel erg ervan gaan genieten. Dat ze echt gewoon hun moment daar kunnen stralen. En dat ze dat gewoon met hun leven meenemen. En dat het moment was, zeg maar, waar ze naar uit hebben gekeken.